hartelijk welkom bij het Zeeliedenmonument. Wij vinden het fijn dat we hier weer met velen mogen herdenken, na een periode van niet kunnen en mogen. Op deze plek, waar we de omgekomen zeehelden herdenken, die voor ons hebben gezorgd en dat wij in vrijheid mogen leven in verbondenheid. Elke dag, elke minuut, elke seconde. Keuzes maken. Ons leven is een aaneenschakeling van keuzes maken. We maken allemaal andere keuzes, in een andere tijd, op een andere plek, maar vandaag kiezen we samen. We kiezen samen om te herdenken. De keuzes te herdenken van anderen. Zij die nu herdacht worden, kozen niet voor zichzelf, maar voor anderen. Zij die nu herdacht worden, bepalen de keuzes van nu. Zij die nu herdacht worden, vormen onze toekomst. Een toekomst waarin wij in vrijheid, in verbondenheid, kunnen blijven kiezen voor onszelf. Voor ons samen. Een toekomst voor ons allemaal. Wij wensen u een mooie herdenking.
harbor wall. She was the last of all for him. Het offer van 5 Harlinger marinemannen uit het boek Gebleven, Harlinger zeelieden in de Tweede Wereldoorlog. Harlingen is vanouds een stad waar veel officieren en manschappen van de Koninklijke Marine woonden en nog wonen. Met name tussen 1645 en 1795 zullen er veel marinemannen in Harlingen gevestigd zijn geweest, omdat de Friese admiraliteit hier toen immers zetelde. Maar ook nadien is een marineuniform nooit een onbekend verschijnsel in de Friese havenstad geweest. Dat is in onze dagen nog steeds zo. Het is de auteur niet precies bekend hoeveel marinemannen er bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Harlingen woonden. Zeker is wel dat 5 van hen de strijd op zee niet hebben overleefd. In de nacht van 28 februari op 1 maart 1942 landden Japanse troepen op de noord- en westkust van het grote eiland Java in Nederlands-Indië. Het was voor de Japanse strijdkrachten de laatste en beslissende fase van een vrijwel perfect uitgevoerde operatie. Tegenstand had men nauwelijks ondervonden, omdat de chaos onder zowel de Nederlandse burgers als militairen op Java aanzienlijk was. Op dat eiland trokken de Nederlandse legereenheden zich in wanorde terug. De luchtmacht was vrijwel geheel door de Japanners vernietigd. Op 8 maart volgde, na een laatste opleving van de strijd, de Nederlandse capitulatie. Hoogtepunt van de korte, maar felle strijd was de zeeslag die eind februari in de Javazee plaatsvond. Voor Nederland was de slag meer dan zomaar een verloren zeeslag. Zij markeerde tevens het eind van een koloniaal rijk dat nagenoeg 3 eeuwen lang in Oost-Indië de lakens had uitgedeeld. Maar om toch enigszins een indruk te geven van wat zich destijds tussen Java en Borneo heeft afgespeeld en wat de rol van de schepen was waarop 3 Harlinger marinemannen ten koste van hun leven aan de strijd deelnamen,
ontkomen we niet aan een korte schets. De oorlogsvloot die Nederland in 1940 in Nederlands-Indië ter beschikking had, was zwak en verouderd. De Japanners beschikten over vliegdekschepen met de toen nieuwe Zero-jagers, een van de grootste verrassingen van de hele oorlog, gezien hun wendbaarheid en snelheid. In de nacht van 14 op 15 februari vond bij Bali een treffend plaats tussen een Nederlands smaaldeel en Japanse eenheden. Hare Majesteits van Gent liep daarbij op een rif en ging verloren, gelukkig zonder dat er slachtoffers waren te betreuren. Op 19 februari ging Hare Majesteits Piet Hein tijdens een treffen in straat Badung bij Bali ten onder. Van de 150 opvarenden overleefden er nauwelijks 3 dozijn de ramp. Een dag later raakte de Hare Majesteit Stroom zwaar beschadigd, maar bleef wonder boven wonder behouden. De grote klap kwam op 27 en 28 september in de Javazee. De Hare Majesteit Java kreeg 's avonds een torpedotreffer in het achterschip vlakbij een munitiebergplaats. Volgde een ontploffing met fatale gevolgen, want daardoor brak er een stuk van het achterschip af. De kruiser verloor onmiddellijk vaart, raakte stuurloos en kwam tenslotte stil te liggen. De Java maakte binnen enkele minuten 40 graden slagzij over bakboord. De ramp vertrok zich dermate snel dat de tijd ontbrak om de sloepen te strijken. Zelfs de zwemvesten konden niet meer worden bereikt. Men gooide daarop overboord alles wat maar drijfvermogen had. Veel opvarenden vonden de dood in het gedrang iets drijvends te pakken te krijgen. Onder de slachtoffers van de Java waren de in Harlingen geboren sergeant-monteur Teke Doekse, 31 jaar oud, en de 32-jarige, eveneens in Harlingen geboren kwartiermeester Albert Voogd. Nauwelijks 2 minuten nadat de Java werd getroffen, was het de beurt aan Hare Majesteits de Ruiter. Een Japanse torpedo trof het achterschip van de kruiser en veroorzaakte een enorme ontploffing. De kruiser maakte snel zware slagzij, maar zonk niet onmiddellijk. De overlevenden konden hun zwemvesten omdoen. Het lukte nog de lichtgewonden aan boord van de sloepen te nemen. Dat het eruit zag dat de brandende ruiter nog wel een paar uur zou blijven drijven, besloten degenen die zich op vlotte in veiligheid hadden weten te brengen, in de omgeving te blijven. Zij waren getuigen van dat hun schip in de vroege ochtend van 28 februari zonk. De 22-jarige uit Harlingen afkomstige matroos Einze Hendrik van der Schaaf wist zich aanvankelijk op een vlot te redden. Op een reactie op hulpgeroep sprong hij echter weer in zee. Hij is daarna niet meer gezien. In totaal heeft de slag in de Javazee aan 915 Nederlandse en 250 Nederlands-Indische marinemensen het leven gekost. Ook de strijd in de Middellandse Zee eist het leven van een uit Harlingen afkomstige marineman. Op 13 november ging daar de torpedobootjager Hare Majesteits Isaac Sweers verloren. De ramp kostte aan 110 opvarenden van het schip het leven. Onder hen was de 29-jarige sergeant-constabel Johan van Wier. De Nederlandse onderzeeër, Hare Majesteits O-16, voerde bij Patani in de Golf van Siam een geslaagde aanval uit op 4 Japanse transportschepen. Tijdens de terugreis naar Singapore, haar tijdelijke thuisbasis, liep de O-16 in de nacht van 14 op 15 december 1941 ter hoogte van het eiland Tioman langs de oostkust van Malakka op een mijn, brak de bij in tweeën en verdween binnen een minuut naar de diepte. Slechts 1 van hem, kwartiermeester C. de Wolf, was een overlevende van de ramp met de O-16. De overige 41 bemanningsleden verdronken, waaronder de in Harlingen woonachtige adjudant, onderofficier, machinist Reinder Klaas van der Sluis, 38 jaar oud. Wij gedenken Hermanus Beekjes, 31 jaar, Johan Boonstra, 21 jaar, Arnuldus Cupido, 42 jaar, Teke Doekse, 31 jaar, Jan de Groot, 47 jaar, Teke Harkema, 18 jaar, Ide Hoekstra, 26 jaar, Dirk de Jong, 32 jaar, Hiele Lettinga, 16 jaar, Jacob Lichthart, 27 jaar, Dirk van der Meij, 41 jaar, Cornelis van der Pol, 29 jaar, Hendrikus Reinhard, 29 jaar, Hendrik Ruig, 31 jaar, Ienze van der Schaaf, 22 jaar, Hendrikus Schoot, 42 jaar, Reinder van der Sluis, 38 jaar, Lammert Veldman, 27 jaar, Albert Voogd, 31 jaar, Jan de Vries, 48 jaar,
Willem de Vries, 40 jaar. Jacob Weber, 19 jaar. Johan van Wier, 29 jaar. En Piet Winia, 33 jaar. On the first day of January 1892, it opened Ellis Island and let the people through. And the first to cross that threshold of that Isle of Hope and Fears was any more from Ireland over all of 15 years. And history and the dreams for the future in the land of liberty. And courage is the passport when your old world disappears. But there's no future in the past when you're only 15 years. I love hope, I love years, I love when they closed down Ellis Island in 1943, 17,000 people had come there for centuries. But in the springtime when I came there and I stepped onto its piers, I thought of how it must have been when you're 15 years. I love hope, I love Er is nu gelegenheid voor de belangstellenden om bloemen neer te leggen.
We zijn aan het einde gekomen van deze herdenking. Ik wil u allen bedanken voor uw aanwezigheid. En voor de genodigden is er nog een kopje koffie bij de Port of Harlingen. En wel thuis.